Het landbouwcollectief heeft het plan aangeboden bij de minister. Ik zag Trienke net lopen, dus ik zal Trienke eens even vragen wat zij er nou van gevonden heeft vandaag. En Trienke, hoe kijk je nou terug op vandaag? Ja, een bijzondere dag. Nieuwspoort. We hebben vandaag het rapport aangeboden aan de minister en aan de vertegenwoordigers van het IPO. En Peter Drent, rapport waarbij we eigenlijk aangeven dat we uit die gecreëerde stikstofimpasse willen komen. Aal Dijkhuizen heeft dat allemaal naar voren gebracht. Heeft ook een inzage gegeven in wat we dan precies gaan aanbieden. We gaan aan de slag met, in het rapport stellen we voor dat wij stappen kunnen zetten op emissiereductie. En dan met name op het mestspoor, dus met bemesting, later bij de mest kunnen we wat doen. Bewijding, eigenlijk meer te doen en dat ook vast te leggen, kunnen wij ook emissie reduceren. En daarnaast kunnen wij ook op het voerspoor stappen zetten. Maar dat betekent wel dat we daarvoor inspanningen moeten doen als sector. Dus we hebben naast dat we zeggen van we willen een aanbod doen. Ook in de varkenshouderij kunnen wij stappen zetten. Er ligt al een plan dat we ook gepresenteerd hebben. Zeggen wij ook van ja, dat kunnen wij niet zomaar doen. Dat vraagt inspanning en dat vraagt ook investering. En hebben wij ook een eisenpakket neergelegd. En vragen wij ook aan de minister dat wij zeggen van nou ja, vergund is vergund. Je moet eigenlijk niet afromen. De koppeling stikstof-dierrechten zou van tafel moeten. En willen wij ook om dit te kunnen doen, een financiële bijdrage vragen wij van het ministerie. Dus wij willen ook dat die drempelwaarde weer terugkomt. En hebben wij dus een eisenpakket neergelegd, een maatregelenpakket. En wij denken dat we een evenwichtig plan hebben liggen. En wij verwachten ook dat het ministerie daar zeker positief op gaat reageren. Het landbouwcollectief blijft in deze hoedanigheid ook doorgaan en blijft de handen ineens slaan. Dus wij hopen dat de minister dat ook zo oppakt. Dat verwachten wij ook. Het is niet iets van een groep, het is de hele landbouwsector die hier achter staat. Dus we verwachten eigenlijk voor de kerst dat er ook wel meer duidelijkheid is over dit maatregelenpakket. Hey Trienke, dank voor al je inzet en uitleg.